Arweiler is een slimme spits, een sterke spits. Aanname niet helemaal goed, maar hij corrigeert zich keurig. Hij doorloopt de jeugdopleiding van Borussia Dortmund en speelt een WK met Duitsland onder de 20. Zijn naam? Jonas Arweiler. In de zomer van 2018 start een nieuw avontuur. De spits gaat spelen voor Jong FC Utrecht. There was a man in the beginning of the season, Rob Sommer. He helped me a lot in kind of organizational stuff. So like the same with Marianne. She also helped me a lot in the beginning. They helped me with to find an apartment and all the stuff around football. De verlichting geregeld bij hem thuis. We zijn samen nog bij de Mediamarkt. Hebben we een ijskast en een vaatwasmachine uitgezocht. En nou ja, goed, dan krijg je op een gegeven moment wel een band met de speler. Ja, de Netherlands are not far away from Germany, but in the end it's another country. So you talk another language. And that was new for me. Also to live completely alone without my girlfriend or without my family or my friends. So it was a completely new situation for me. And that was not that easy the first 6-7 months. In die eerste maanden zit de spits vooral op de bank en moet hij het doen met invalbeurten. Zijn eerste officiële goal in het shirt van de FC scoort hij vlak voor de winterstop in de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. En heeft geen problemen met Brian Jansen. En dan is het 3-0 voor Jong FC Utrecht. Na de winterstop krijgt Arweiler het vertrouwen. De spits mist nauwelijks minuten, pikt geregeld een goal mee en geniet van het samenspelen met Nick Venema. Sometimes we had some games where we played really good together. Like I remember against Maastricht for example last season we scored or I scored a nice goal where Venema where he assisted me and yeah sometimes the connection was maybe not that good but yeah it's always nice to play with players like this. You need his individual quality and yeah. Dit moet voor Arweiler raak zijn. Dat is raak voor Arweiler. 3-3. I started to improve by myself. I started to play more and everything. And in the end, the last half year of the season was not that bad. So I felt okay. It can be a nice time here. And I think now you can see it. De ploeg loopt er een beetje aangeslagen bij. Arweiler met een heerlijke goal. Arweiler. De beginfase van de wedstrijd. Dit is een lekker steekballetje zeg. En dan is het meteen 1-0 voor Jong FC Utrecht. Met een aardige versnelling. En dan geeft hem ook nog heerlijk mee op Velanas. En kort voor rust maakt die er 2-0 van. Daar is Arweiler. Jonas Arweiler. Hij moet het alleen doen. En hij doet het alleen. Ja, one day I came to Rob and asked him, yeah, Rob, what can I do? I want to do a little bit more. I don't want to sit only at home and relax, I also want to do something else. And he said like, yeah, okay, I'm a coach of VV Jonathan and next season they don't have an assistant trainer yet. And if you want, you can help me a little bit. And I said, okay, I do it. And yeah, now I help them 2 times a week and 1 time on the weekend by the game. Yeah. Vraag me wel als over basis dat hij met gymschoenen op het voetbalveld staat. Daar heb ik me ook al meerdere keren over aangesproken. En dan zeg ik, Jonas, kom op, doe gewoon je voetbal. Nou, je bent voetbaltrainer. Nou, hij mag ook niet meedoen. Hè. Ik heb een duidelijke afspraak met Jordi dat hij, ook al is het een oneven partij, dan gaan we Jonas niet inzetten om het even te laten worden. En dan zeg ik, Jonas, kom op, doe gewoon je voetbal. Nou, je bent voetbaltrainer. Dan hoor je voetbalschoenen aan te hebben. Maar hij is dan bang dat hij te vaak wordt ingezet als wij een man tekort hebben. Van Jonas, stap even in. Maar voor de rest mag hij gewoon op zijn sportschoenen komen. Want hij hoeft zijn voetbalschoenen niet aan te doen, want daar mag niet meedoen. Dortmund, yeah, I trained many times with the big players of Dortmund, with Aubameyang, with Reus and all these kind of players. And yeah, it's always nice to play with big players like them. You only can learn something from them. Wereldklasse. Yeah, for sure. So if you see them train, you know why they are where they are. So yeah. Blijft Zuidam opzoeken en heeft nog bijna zijn doel bereikt. My idol was like Robin when he came to Bayern because I always loved his left foot, but I'm not a player like him, so I can't compare myself to him.
Right now it's Lewandowski, because Lewandowski is an unbelievable good striker. He's a little bit, he can score a lot, or he scores always, but he also can play with the team because he's so technical and everything, so he's worked as yeah. En is het er nog in ook Willem Jansen? Ja! Want uiteindelijk hebben de team van FC Utrecht op basis van inzet en wilskracht de wedstrijd over de streep getrokken en verdiend gewonnen. Always a dream of a young footballer to play in front of many supporters. In my case, to play in front of the Utrecht supporters. And yeah, in this game, it was the first game where I was in the selection of the first team. And it's always a nice moment for me. And yeah, there you realize what can happen if you do it good and if you train hard and if you do everything you can do to make this step. And yeah, it was one chance. I didn't play in this game. But yeah, I work hard to get this chance again. Dus die jongen die, ja, die leeft voetbal. En dat is voor jongens op ons niveau hartstikke mooi om mee te babbelen. For sure you can't compare it with the niveau what we play in our competition. But it's really good and I enjoy to coach them. En dat doen we nu ongeveer zo'n 3 maanden. En hij is meteen ook de meest succesvolste assistentcoach van deze regio. Hè? We hebben er 7 gespeeld, 7 gewonnen. Hij valt de trainer bij waar wanneer hij denkt dat dat moet. Dus dat vind ik wel leuk om te zien, omdat hij nog best wel jong is. Dat als Rob klaar is met zijn bespreking toch nog iets wil toevoegen of aanvullen. In het begin niet hoor, in het begin was hij heel terughoudend. Moest voor hem natuurlijk ook even wennen. Maar de laatste trainingen zie je echt wel dat hij wat proactiever is in de gesprekken met zijn media, met onze spelers. En als er dan gescoord wordt, wat zegt hij dan? Zeer schöne Tor. Ja, super Alex, super, super assist. Zo tol, du bist zo goed speler. Ja, ja, dank je. De laatste jaren bungelde jonge Utrecht stevast ergens onderin de keukenkampioen divisie. Maar dit seizoen staan ze voorlopig knap 6e. De ploeg die op bezoek komt is de Graafschap. Een van de belangrijkste kandidaten om direct promotie af te dwingen. De penalty gaat ingeschoten worden door Arweiler. Glijdt wel uit, maar hij schiet wel raar. Ja, nee, maar Jonas die speelt het hele seizoen al goed. En ja, hij maakt natuurlijk een geweldige goal. Aannemen en wat een geweldig doelpunt van die Duitse spits. De Graafschap ontsnapt dus aan de eerste nederlaag van het seizoen. Maar leidt wel opnieuw puntverlies. It doesn't mean you play good if you score 2 times. I had games before, for example against Den Bosch of other teams, I played better. And yeah, it was a nice moment because I also scored a nice goal. But in the end, I don't think it was my best game. Ja, dat is ontlading en dat is volgens mij stuit er hij een beetje op. Hij raakt hem vol. Nou, dan zie je het net gewoon vol bewegen en ja, dan weet je dat het een geweldige goal is. Yeah, but I prefer to score easy goals instead of this goals. But yeah, if I can score like this, I'm also happy for sure. Ja, hij is dit seizoen los. Wij kunnen hem heel goed gebruiken als aanspelpunt. We kunnen hem als escape zeg maar, gebruiken. Houdt ballen goed vast, kan goed wegdraaien bij de centrale verdedigers. En, ja, weten dat hij goed kan schieten en ook goals kan maken, dus dat is hartstikke goed. Hij heeft goed overzicht, goed schot, scoort makkelijk, is niet zelfzuchtig als spits zijnde. Dat is ook best wel bijzonder. Dus ik hoop voor hem dat hij het eerst gaat halen. Pretty nice here in Utrecht. I have a nice apartment. I have friends here. I have the club who supports me here. The coaches were really nice, were really good. And I want to give them something back. I mean, last season I couldn't do it, but this season I want to show what I can do. And I think I'm good enough to play for the first team. But yeah, it's not about 3 months where you have to play good. It's always about that you play a whole season good. And that's what I want to do. And if I do it, I think there's no way out that I go up.